Wijkcentrum De Badden vormt het creatieve hart van de wijk Gorecht-West in de gemeente Midden-Groningen en stimuleert een breed en gevarieerd aanbod van sociaal-culturele activiteiten. Uitgangspunt is de eigen kracht en talenten van bewoners. Zij krijgen de gelegenheid en de ruimte om hun eigen plannen te ontwikkelen en uit te voeren. In De Badden heerst een warme sfeer en een groot aanbod van verschillende activiteiten voor alle leeftijden. We nemen een kijkje bij Stichting De Toverboom, Stichting Chiotai, Stichting Speelgoedbank Amalia en de Jeugdsoos. Toverboom is een stichting welke zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een grote afstand tot de maatschappij. Dat kan te maken hebben met ontwikkelingsbeperking, slechte financiële status van de ouders, maar ook nieuwe statushouders. In principe is de Toverboom geschikt voor alle kinderen, maar met name de kinderen die anders zijn, dus met een ontwikkelingsbeperking. Waarom zeggen wij dat alle kinderen hier terecht kunnen? Om de afstand tot de maatschappij te verkleinen, is het belangrijk dat je zeg maar, de maatschappij bij elkaar brengt, bij deze kinderen. Zo ontstaat er meer begrip en zal het kind in kwestie minder die afstand ervaren. Ja, we doen een heleboel kleine activiteiten door de week, op de woensdagmiddag en op de vrijdagmiddag. Dan hebben we ook een inloopavond op de dinsdagavond, voor de wat oudere kinderen. Zeg maar. Wat het kind wil, mag het gaan doen bij de Toverboom. Wij bepalen daarin niks, we begeleiden alleen. En datzelfde geldt ook voor de vrijdagmiddag van 1 tot 4, ook voor de basisschoolleerlingen. En ja, als het lekker weer is, kunnen we bijvoorbeeld met waterpret zijn we bezig, waterpistolen of we zitten op het kruifkort spelletjes te doen. Het is maar net wat ze zelf willen. We gaan in week 35 dit jaar gaan we naar een hele leuke camping. Van maandag tot en met vrijdag. Dat doen we met kinderen die normaal gesproken niet de kans hebben om op vakantie te gaan. Dus dat wordt een week lang weinig slaap voor de begeleiders. maar als ik terugga naar vorig jaar, hoeveel plezier die kinderen gehad hebben en hoe vrolijk ze waren. En allemaal sip gezichtjes toen het afgelopen was. Ja, onze zorg en onze taak is om ervoor te kunnen zorgen dat deze kinderen op vakantie kunnen gaan. Wij lopen liever zelf wat harder, zodat er geen drempels zijn dat de kinderen mee kunnen. Ja, mijn eigen kinderen hebben alle behoorlijke diagnoses. En voor hun was er nergens een plek waar zij zichzelf konden zijn zonder dat ze daarom bekritiseerd werden. En de meeste clubjes, verenigingen, daar worden kinderen aan tafel gezet, er ligt een werkje klaar en dat moeten ze dan maar gaan maken en ook nog leuk gaan vinden. Ja, mijn kinderen waren in elk geval niet zo. Dus toen heb ik gezegd van bij de Toverboom moeten we het anders gaan doen. Bij de Toverboom leiden de kinderen ons in het begeleiden van hun. Dat betekent dat zij staan centraal. Wij motiveren ze om keuzes te maken, om keuzes te durven maken. En ook gewoon zeggen van nou, daar heb ik geen zin in. Daar heb ik geen zin om te doen. Ze moeten al zoveel overdag en door de week. Ze moeten stilzitten, ze moeten opletten. Ze moeten netjes werken. Ze moeten eigenlijk alles wat een ander van hun verlangt. Dat is de kracht van de Toverboom. Niks moet, alles mag. Wel met bepaalde regels natuurlijk. Maar wij verplichten ze tot niks. Ik vind dat kinderen met een ontwikkelingsbeperking vaak onderschat worden. Ik vind dat ze momenteel een beetje geconditioneerd worden. En dat alles volgens bepaalde protocollen gaat. Waardoor deze kinderen hun zelfvertrouwen verliezen. Ook kinderen met een ontwikkelingsbeperking beschikken over bepaalde gaven. En die komen alleen naar boven wanneer zij genoeg zelfvertrouwen hebben om dingen te gaan proberen. En dat is eigenlijk mijn drive. Ieder kind hoort erbij, ongeacht wat. Ik ben Vaak Boyen. Ik ben de oprichter van Chiotai. Wij hebben groepactiviteit voor kinderen, volwassenen. En we hebben sinds kort ook een damesgroep. En we doen heel veel aan kickboksen en thaiboksen. Het is een heel harde sport. Het vraagt heel veel van je lichaam. Het vraagt een hele hoop energie en concentratie. En er zit een hele hoop factor aan discipline erin. Dat is nummer 1. We proberen dat ook voor op straat. Is het ook heel belangrijk dat kinderen daar ook echt mee bezighouden. En niet van denken van nou, ik mag alles en ik doe wat ik wil. En dat proberen ze hier ook te leren.
En dat is van een van de belangrijkste dingen, dat ze ook een beetje meer zelfvertrouwen krijgen. Niet zichzelf verstoppen in een hoekje bij de kleinste dingen en gewoon ermee komen. En voor mensen met overgewicht, ja, het gewicht die ze kwijtraken. En daar hebben wij ook heel goede resultaten mee geboekt in de laatste jaren. En dat lossen we ook op, gewoon met sporten. Blijven doorhelpen, een beetje mee praten en toch even de steun geven van ze kunnen het wel. Niet van ja, lukt je niet, nee, gewoon blijven proberen. En dat werkt hier heel goed. Ja, ik heb een heel ander contact met de kinderen dan soms de ouders. En soms hebben de ouders problemen met het kind. En als ik met het kind praat, is het anders dan de ouders. En dan luisteren ze ook naar me. En dan laten ze hun probleem op dat moment los. En sommige kinderen hebben heel veel problemen. En ze praten met dichtbij praat je niet makkelijk over de problemen. Dus met mij doen ze dan al wel. We maken heel ernstige dingen soms hier mee met kinderen. Dus meestal proberen we wel richting kwartier en richting zeg maar, psychische hulp. En dat soort dingen proberen ze ook door te wijzen. Je blijft toch gewoon vechten ervoor dat BADDA blijft bestaan en dat je de mensen blijft helpen. En daar eigenlijk doe je het ook voor, want je wil gewoon dat dit door blijft gaan. Want ja, we boeken heel veel resultaten, we zien dat dat nodig hier is. En daar is eigenlijk de drijf die je geeft van door blijven gaan en laat zien van dit moet blijven, dit moet niet weggezet worden. En daarom hebben we eigenlijk dat compleet gewoon blijven doorgaan. We zitten ook niet voor niks 6 dagen in de week hier. Dus ik ben bijna 6 dagen in de week hier les aan het geven. Dus ja, er moet toch ergens vandaan komen. Dus ja, je ziet dat. Dus ja, we doen het voor de mensen hier in de wijk. En we hebben ook mensen van buiten de wijk, maar iedereen is welkom. Dus ja, we zitten hier iets neer. Dus ja, je ziet dat de mensen het leuk vinden. Ik denk dat de brug is eigenlijk. En daar moet het ook hier blijven in doorgaan. De speelgoedbank is eigenlijk hetzelfde als, of werkt hetzelfde als de voedselbank en de kledingbank, alleen dan op speelgoed. Wij richten ons op de kinderen uit de gezinnen die van een minimum moeten rondkomen. Als mensen hier komen en zich ingeschreven hebben, dan mogen ze per kind 2 stuk speelgoed uitzoeken. Dat speelgoed dat is echt voor het kind wat ingeschreven staat. Het hoeft niet teruggebracht te worden. Het is hun speelgoed. Eigenlijk zijn wij een winkel, maar dan zonder kassa. Wij vinden het ook erg belangrijk om wat extra's te doen. Dus rond verjaardagen van de kinderen nodigen we de ouders uit om een verjaardagscadeau te halen. Kinderen, ja, daar ligt gewoon mijn hart. En als een kind niet mee kan komen in de maatschappij doordat ze speelgoed niet hebben of niet naar een verjaardagsfeestje kunnen gaan omdat er geen geld is om cadeautjes te kopen, ja, dan komt een kind langs de zijlijn en ja, dat is niet de bedoeling. Het is juist voor een kind heel belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen en daar hebben ze speelgoed en boeken bij nodig. En ja, dat is wat voor mij heel belangrijk is. En al komt er maar 1 kind, als ik dan zie hoe gelukkig zo'n kind met een Barbie of met iets waarvan wij zeggen van nou dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Maar als ik dan zie hoe gelukkig ze daarmee de deur uitstappen, dan is mijn dag goed. En dan denk ik ja, daar doe ik het voor. Ja, de BADDA is voor ons heel belangrijk. Doordat het centraal gelegen ligt in de wijk en veel activiteiten zijn, lopen mensen makkelijker binnen. En het is niet direct zichtbaar dat mensen naar de speelgoedbank gaan. Daarbij is de samenwerking met alle andere gebruikers binnen de BADDA ja, heel positief. En er ontstaan hele mooie dingen. En en we zitten hier gewoon voor een gunstige prijs, wat we ergens anders echt niet voor elkaar zouden krijgen, waardoor ook het bestaan van de speelgoedbank heel onzeker zou worden als we hier weg zouden moeten. Zolang het nodig is, is mijn droom dat we groter groeien. Dat we nog meer kinderen mogen helpen die het nodig hebben. En daarbij hoop ik dan niet dat er meer kinderen bijkomen die het nodig gaan hebben. Maar wel dat de kinderen die het op dit moment nodig hebben ook hun weg naar de speelgoedbank weten te vinden. En dat ouders, hoe moeilijk het ook is, en daar ben ik echt van overtuigd dat het heel lastig is om over die drempel heen te stappen, maar dat de ouders in het belang van hun kind wel die stap gaan maken, zodat we nog meer kinderen kunnen gaan bedienen en dat er ja, nog meer kinderen komen die gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes op school,
nou ja, met alles waar wij voor staan. Mijn naam is Desiree Biel, ik ben 19 jaar, ik woon zelf in Hoge Zand en ik ben een initiatiefnemer van de SOOS. Het is een plek waar jeugd samen kan komen. We hebben twee DJ's die muziek draaien, dus meestal aan het eind van de avond staan we hier met z'n allen op de dansvloer, meedoen met echt ook gewoon dansliedjes, ook wel eens gewoon de kinderliedjes. Ze kunnen gamen. Er staan meestal 3 tv's met een Xbox en een Wii. We hebben hier regelmatig spelletjes liggen. Dat ze gewoon bordspelletjes kunnen doen. Of als je een keer een luisterend oor nodig hebt, dan kun je altijd iemand vragen van, goh, kan ik even met je praten? De SOOS zelf is vanaf de eerste klas van de middelbare school. En we hebben er geen eindleeftijd meer aan zitten. Want ik heb zelf mijn vader hier ook regelmatig lopen. En die vindt het zelf ook helemaal leuk om tussen de jeugd rond te lopen. En meestal hebben we nog 1 keer in de maand op een zaterdag een kinderdisco. En dat is echt voor de basisschoolleeftijd. Wat we meestal binnen hebben, dat zijn vooral jongeren met een rugzakje. Die willen eigenlijk even weg van hun eigen thuissituatie. Of als het wat minder gaat op school, dat ze even ergens hun hoofd leeg kunnen maken. Het zijn ook jongeren niet alleen hier uit de buurt. We hebben ze echt overal vandaan. Pekel, Stadskanaal, we hebben soms uit Zandeweer. Ze komen echt overal vandaan. Nou, we hebben vanaf begin af aan al dat de jeugd op de vrijdag bij ons in de SOOS komt. Dus er zijn geen hangjongeren meer in het centrum. Daar hebben we ook complimenten over gehad. Je hebt geen vervelende jeugd meer door de wijken heen lopen. Dus het is echt wel dat je de jeugd een beetje van straat houdt en dat je geen overlast meer veroorzaakt. Dus dat is wel echt iets wat hier in de wijk een verbetering is. Ik denk dat het toch een beetje is omdat ik zelf in het begin ook niet zo lekker in mijn vel zat. Het ging niet zo lekker op school, thuis ook niet altijd. Dus dit was voor mijzelf al een uitlaatklep. Gewoon mezelf even laten gaan. En ik zie het gewoon terug in andere jongeren. Dat dit gewoon even hun uitlaatklep is. En dat stimuleert mij wel om hiermee door te gaan. Ik ben Ronald Noller. Ik ben bestuursvoorzitter van de SBA De Badden hier in Gorecht. We zijn een wijkgebouw wat vooral gericht is op de jeugd, jeugdactiviteiten hier in de wijk. Mijn taak in het bestuur is hoofdzakelijk het begeleiden van de gebruikers. Mensen bij elkaar brengen, mensen ondersteunen in hun activiteiten of het ontplooien van hun activiteiten. Daarnaast het technisch onderhoud van het gebouw, daar bemoei ik me wat mee. Wij proberen echt de mensen te ondersteunen, niet zozeer te sturen, maar meer te ondersteunen. Mensen kunnen altijd bij ons terecht of we willen helpen. En ja, dat doen we graag. Ik vind het geweldig dat het hier voor de kinderen zo toegankelijk is. Ik heb zelf ook 2 kinderen hier in de wijk. En die kunnen ook meedoen met de activiteiten hier. En dan merk ik gewoon dat het heel belangrijk is dat er iets te doen is. Buiten de Badden is er in deze wijk juist helemaal niet veel te beleven. En als we dan hier de activiteiten hebben de hele dag door. De woensdag toverboom, de hele middag is bezet. S'avonds is de kickbox, dan heeft mijn dochter ook altijd aan meegedaan. Ik vind het geweldig dat het allemaal hier mogelijk is. Nou, en daarom doe ik dit gewoon heel graag. Er gaat een hoop tijden zitten, een hoop energie in zitten, maar het is echt de moeite waard.